Hey, cool dat je kijkt naar een nieuwe handenstudio. Vandaag gaan we dit decoratiedingetje maken voor aan de muur. En daarvoor heb je ijsstokjes nodig, zoals je kan zien. Ja. Cool, we gaan eerst wat framepjes maken met lijm. Zo. En dan maak je er 3 van. Goed zo. Laat het goed drogen. En bij de derde kwam ik er eigenlijk achter dat het handiger is om lijmpistool te gebruiken. Dat droogt een stuk sneller. Zo, kijk eens aan. Mooi, laat ze even drogen. En dan ga je het vormpje maken. Wordt een zeshoek dit. Ja. Oké, kijk. Nou, dit wordt hem. En als hij netjes ligt en je bent er tevreden mee, gaan we beginnen met lijmen. En je ziet dat ik het heel erg snel doe. Maar ik heb hem natuurlijk even doorgespoeld, want anders duurt het veel te lang. Zo. Neem hier de tijd voor. Doe het niet snel, als het maar netjes is. Bijna klaar. Ja, en de stokjes zijn op. Nou, daar heb je hem. Dan heb je allemaal van die lelijke lijm eruit, zoals je kan zien. Maar ik heb een trucje om ze heel makkelijk weg te halen. Gewoon even met de borstel eroverheen. Ook afwasborstel van uit het kastje gewoon. Ja. Mooi. Gaan we even lakken om hem wat ouder te laten lijken. Doe dat rustig. En laat de lak ook goed uitharden. Zo ziet dat eruit. Ja, heeft even een nachtje gestaan. Ziet er heel tof uit. Mooi. En als je hem ophangt, geef ik je 1 tip mee. Wacht even tot de lijm goed is opgedroogd. Want als de lijm niet is opgedroogd... Alright, poging 2. Even kijken. Nice. Het ziet er een stuk beter uit. En dat is hem dan. Alsjeblieft. Vond je deze nou tof? En wil je meer van dit soort dingen zien? Vergeet je dan zeker niet te abonneren op Handig. Geef hem een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Dat is handig.